Hoppakee. Riem goed om, hè? Ja. Dat is belangrijk. Ja. Even kijken hoe dit autootje werkt. Farid! Hoe werkt deze auto? Je moet hem na die rode klikken. Aan. Oké. Okay. Deze kan uit. Die kan uit. Die moet je indrukken en dan achter. Zijkant en dan achter. En dan gaat hij rijden. Ja, en de hand hem zo los volgens mij. Ja, oh, is al. Ja. Oei, nu zie ik hem ook erop. Oké, okay, lekker man. Ja. Topie, dankjewel vriend. Zo. Daar gaan we dan. Hoppa, oké. Okay. Wil iemand me nog wat vragen hier? Dag meneer. Hey, hallo. Goed, hoe gaat het met u? Ja, hartstikke goed. En hoe gaat het met deze meneer? Goed. Ook goed hoor ik. Ja, goed. Ja, mooi. Doe maar de uitgebreide... Gaan we regelen voor jullie. Komt goed. Fijne dag man. Hey, hetzelfde. Raam wel dicht hè? Ja, ja, raam moet zeker dicht. Gaan we doen. Geen handrem hè? Geen handrem. Geen handrem. Oké. Okay. Zo. Voel je jezelf ook? Hey, zo. Hey, 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 hey! Oh, wat gebeurt er? Moet ik hem? Wacht even! Moet ik hem? Op mijn rem? Niet op mijn rem, of wel op mijn rem? Ja, moet eens neutraal, man. Is het neutraal? Ik ga van achterrijden helemaal, want je bent helemaal doorgereden. Zie je, ik ga bijna tegen die Porsche aan. Nee, we zitten van achter helemaal. Goed? Ja, nee, nee, je moet er helemaal uit, man. Verder. Nog verder? Ja, ja. Moet een half minuutje wachten en dan gooi ik hem zo weer erin. Oké, op neutraal. Neutraal. Neutraal, oké, lekker man. Oh, lekker. Ik ben extra schoon nu, binnenkant ook. Ik schrok me dood. Oh, dat hoeft ook weer niet. Zijn we gewoon een beetje extra schoon? Want ik ben nog nooit vastgezeten. Ik heb nog nooit vastgezeten. Waar? Vastgezeten? In de auto. Oh, je bedoelt in zo'n... Nou, gelukkig, ja. Maar we zitten niet vast hoor. De auto is gewoon van binnen ook een klein beetje extra schoon. Heb je al een keer in de mini gezeten? Ik heb nog nooit in deze mini gezeten, nee. Maar ik was hem denk ik vergeten in zijn... Heb je wel een eigen auto? Ik heb wel een eigen auto. Ik heb ook een rijbewijs. Dus dat is niet meest fijn. Ja toch, dat is wel fijn. Ja, je mag. Oh, ik mag weer. Oké. Okay. Eén is het neutraal. Hoppa, lekker man. Anders rijd ik zo door. Zag je dat? Ja. Nou, wij hebben in ieder geval het spannendste ritje tot nu toe gehad. Ja. Denk je niet? Hoop ik mijn bordje niet. Nee, dat komt vast goed. Ik vind het echt heel eng altijd. Is dat zo? Ja. Kijk, weet je wat we gaan doen? We gaan hem ook maar eens even... Nee, laat hem gewoon aan. Nee, ik ga hem uitdoen. Dat mag niet. Mag je de auto niet uitdoen? Nee, dat zou ik niet doen. Oké, okay, dan laat ik hem aan. Echt vast. Oké, okay, nee, dat moeten we niet hebben. Je hebt helemaal gelijk. We laten hem aan. Mijn vader had hem ook altijd aan. Kijk, dit is niet zo. Zo, voetbal jezelf ook? Nee, ik ga als mijn broertje van zwemles is, dan gaan we op voetbal. Oké. Okay. Dan gaat mijn vader meteen inschrijven. Leuk man. Hoe oud ben je? 8. 8, oké. Okay. En zwemles, wat doe je? Ik zat op tennis, maar ik ga nu op voetbal. Goed man. Welk club? Dat weet ik niet. Oh, dat weet je maar. Maar waar woon je? In Nobelhorst. Oh, Nobelhorst, oké. Okay. Even wachten tot het harde geluid erbij is. Ja. Gaan jullie denk ik winnen tegen Den Bosch? We moeten winnen zelfs, want de laatste tijd gaat het niet zo heel erg goed. Nee, dus we hebben ook al verloren 2-1 van de Graafschap. Ja, gisteren helaas. Ja. Dus dat moet beter bij ons, ja. Maar ik weet zeker... Ik ga misschien als ADO Den Haag in blijft, ga ik daar naartoe. Ga ik in naar de wedstrijd? Ja. Oh, leuk, oké. Okay. Voor de eerste keer. Oké, okay. Nou leuk man. Ik heb bij ADO Den Haag gevoetbald ook vroeger. Ja, dus dat moet wel beter, maar laten we beginnen met vrijdag om dan hopelijk te winnen. Ja. Met ADO Den Haag kan ik uitgaan. Ja.
hebben een beetje problemen met geld. Ja. Heb ik al gehoord van mijn vader? Ja. Hoe kan je profvoetballer worden? Nou, dat is niet één manier. Maar in ieder geval moet je hard trainen. En dat is, zal iedereen tegen je zeggen, maar het is echt waar. Je moet hard trainen. En dan moet je ook een beetje geluk hebben dat je gewoon heel goed bent. Of dat je een trainer hebt die heel erg in jou gelooft. Maar je moet het vooral zelf heel graag willen. Ja. En zeg maar heel goed je best doen. Ja. En dan met een beetje geluk, dan kan je gewoon profvoetballer worden. Ja, maar voor mij is het ook een beetje lastig, want ik heb diabetes en ik kan daardoor soms niet voetballen. Oh, is dat zo? Ja. Oké, nou maar volgens mij, ik weet even niet wie precies, maar heb ik ook wel eens gevoetbald met iemand die diabetes. Moet je een spuitje krijgen? Zo toch? Is dat het? Ik heb nu een pompje. Oh, jij hebt nu een pompje. Oké. Ja, maar je moet gewoon doen wat je dan wel kan. En dan, ja, dan weet je het maar nooit. Maar jij gaat nu beginnen met voetbal? Ja. Nou, ja, nou dat... als mijn broertje het volgende week, deze week haalt, zijn zwemdiploma, als hij mag afzwemmen, dan gaat papa al inschrijven. Ah, leuk man. Nou, hartstikke goed om zo te beginnen, toch? Ja. En dan moet je eerst maar eens kijken hoe leuk je het vindt en hoe goed het gaat. Maar hebben jullie al een keer, heb je al een keer een rode of gele kaart gehad? Helaas wel. Ja. Wat is jouw favoriete club? Mijn favoriete club is Ajax en deze club. Dat dacht ik wel. Ik heb helaas, ik heb heel vaak tegen Ajax gespeeld. Ook van ze gewonnen heel vaak. Ook wel eens verloren. Ja. Maar ik heb ook twee keer een rode kaart gekregen tegen Ajax. Dus ja, ik heb wel eens rode of een gele kaart gekregen. Zometeen moet je weer gaan rijden. Dus ja, zometeen dat geeft hij vanzelf wel aan. Ja. Dankjewel, zie je, hebben auto verstand jij. Maar Want ik mag soms voorin zetten als we naar de wedstrijd gaan. Oh, is dat zo? Oké. En wat voor positie lijkt jou leuk dan? Want ik ben verdediger. Mij lijkt het leuk om aanvaller te zijn. Aanvaller, snap ik. Ik ben ook begonnen als aanvaller. Want eigenlijk is het leuk om doelpunten te maken. Ja, toch? Dat ook. Maar je kan toch ook als je aanvaller bent doelpunten maken? Als je verdediger bent bedoel je? Nee, als je aanvaller bent. Als je aanvaller bent kan je doelpunten maken, zeker. Dan moet je eigenlijk doelpunten maken. Maar ook als verdediger kan je wel doelpunten maken. Alleen niet zo heel veel, want je komt niet zo heel vaak bij het doel van de tegenstander. Ja. Maar dan is het juist extra lastig. Ja, zeker. Nou, daar zijn we. Daar zijn we, dan ga ik er zo rijden. Ja. Wanneer jij het zegt, oké? Okay? Hij geeft vanzelf aan, zometeen dan hoor je wel dat je eruit gaat. Oké, okay. Top. Uitrijden bij groen licht. Hij is groen. Hij is groen, dan gaan we. Nu gewoon even. Dan gaan we nu gewoon rijden, hoppakee. Ja. Ach, we zeggen gewoon dat we die auto van binnen ook gewassen hebben. Ja. Toch? Ja. Had je verder nog vragen? Mag dingen ik die je wil weten. Ja, natuurlijk man. Op mijn ja, tuurlijk mag je een handtekening. Je mag ook gewoon op de foto. Ja. Tuurlijk mag dat. Stop. Stop. Kijk, en dan doen we hem op P. Parking. Parkeren. En op deze. En uit. Dat is deze knop. Hoppakee. Kijk eens. Nou, zeg jij maar even dat we de auto van binnen ook gewassen hebben. Ja. We hebben de auto van binnen ook al even gewassen. Je hoort het, hè? Wij hebben de auto van binnen ook gewassen.